70.000 abonnees! Dus ben jij abonnee van ons YouTube kanaal? Dankjewel voor het abonneren op ons YouTube kanaal. Ik zou jullie in deze video iets vertellen en goed, laten we jullie niet langer in spanning houden, want in de meivakantie, ja dat duurt nog even, gaan wij met jullie een kinderrechtenfilm maken. Hoe dat werkt, vertelt Klaas. Dag hoor, mijn naam is Klaas. Sinterklaas. Nee, ik bedoel die andere Klaas. Hey, Klaas hier. Welkom op dit YouTube kanaal. Ja, ik ben natuurlijk Klaas Verkruijsten, maar ik ben ook ambassadeur van UNICEF. En ik ben heel trots op dit kanaal, want dit is een kanaal voor en door kinderen. Ben jij tussen de 9 en de 13, dan heb ik een hele toffe uitdaging voor je. Als je een mailtje stuurt, of laat sturen door een docent bijvoorbeeld, naar dit adres, dan krijg je alle informatie die je nodig hebt om misschien wel zelf op dit kanaal terecht te komen. Dus wil jij in de meivakantie met ons een kinderrechtenfilm maken? Mailen! Wat hadden we afgelopen donderdag een fantastische live première van onze kinderrechtenfilm Populair. We hadden echt super veel live kijkers en daarnaast ook heel veel leuke reacties. Zoals deze en deze, maar ook die en deze en die en deze en deze en die en deze en die ook nog, deze, die en die. Dus super bedankt voor het kijken naar de film en het reageren op de film. Donderdag is het weer Kinderrechten Donderdag! Ja, en dan gaat er weer een nieuwe kinderrechtenfilm in première op ons YouTube kanaal. En dit keer is dat de film 3 keer 3 is 8. 9. Huh? 9? 3 keer 3 is 9. Ja, dat klopt, maar 3 keer 3 is 8 is de titel van de film. En natuurlijk gaan we zo meteen kijken naar de trailer van de film. Maar eerst even een kijkje achter de schermen op de filmdag zelf. En ik sta hiernaast. Lady Gaga. Super cool. Ja, ja. Ja, dat kan ik ook. Ik kan schaken. Wauw. Hey, is het een beetje warm buiten? Ja. Goed, zijn jullie klaar voor de trailer van de film 3 keer 3 is 8, 9. Ja, zijn jullie klaar? Zo, dat lucht op. Het programma voor vandaag: spelling, taal, rekenen. Dan kan ik niet eens mijn talent ontwikkelen, meester. Volgens mij hebben jullie nog nooit gehoord over kinderrechten. De juf en meester zijn ziek, de school is gesloten. Drie keer drie is toch 8? Fout, nu kunnen we helemaal opnieuw beginnen. Allereerste vraag van Sprite Cranberry? Oké, coole naam. En dat is de vraag, bedenken jullie het idee van de films van tevoren? Nou nee, dat doen wij niet, maar dat doen de kinderen die in de film spelen. Die bedenken zelf het verhaal. En dat is dus echt super cool, want dan mag je zelf het verhaal bedenken en meespelen in de film. En dat doen we heel veel op scholen. Maar we krijgen ook regelmatig mailtjes van bijvoorbeeld abonnees van ons YouTube kanaal. Die echt een supercool idee hebben voor een film. Dus heb jij nou ook een idee voor een verhaal? Stuur jouw idee naar dit mailadres. En wie weet maken we van jouw idee wel een echte kinderrechtenfilm. Dan nu de vraag van Krooket. Oké, leuke naam ook weer. Hoe lang duurt het om een kinderrechtenfilm op te nemen? Nou, dat duurt ongeveer 3 uur. Ja, dat is eigenlijk het antwoord. 3 uur. En eigenlijk is dat dus best wel cool dat wij in zo'n korte tijd dus allemaal van deze toffe kinderrechtenfilms kunnen maken. Hier op ons YouTube kanaal. Met zulke goede acteurs natuurlijk. Ik wens jullie een hele fijne week. Heel veel plezier en succes op school. En wie weet zien we elkaar komende donderdag om 4 uur bij onze nieuwste kinderrechtenfilm 3 keer 3 is 8. 9.